Ik, eigenlijk, ik neem een cornerbal en uh, uit stilstand en uh, ik voelde wat in mijn lies schieten. Uh, daarna uh, rende ik terug en kreeg ik weer de bal. En toen speelde ik nog een keer de bal. En toen, uh, ja, toen voelde ik het ja, eigenlijk, ja, eigenlijk hetzelfde. Maar misschien ja, iets meer nog. Uh, ja, ook weer een soort van erin schieten. Terwijl ik nog de hoop had dat het, er, dat het erin was geslopen. Maar uh, nee, uh, ja, op dat moment. Uh, ja, viel het op zich wel mee, maar na, de, na het weekend bleef ik toch wel pijn houden. En uh, ja, twee weken daarna, uh, eigenlijk nog steeds pijn. En uh, nu, gelukkig, een paar dagen al uh, zonder pijn. En uh, zijn we weer uh, aan het werk in de gym en, uh, en zelfs in het zwembad. Ja, want, uh, want welke stappen hebben jullie toen uh, ja, kunnen zetten na die, die eh, dat eerste moment? Ja, eigenlijk dachten we dat het, dat het na drie, vier dagen ja, wel wat beter ging. Alleen uh, ja, toen hebben we een, een, een training gedaan in de gym. Daar had ik toch best wel wat reactie op. Uh, dus uh, hebben we rust gehouden en uh, ontstekingsrems geslikt. Uh, nou, toen waren we eigenlijk al twee weken verder, dacht ik. Ja, twee weken verder. En ja, nu zitten we dan in week drie en ben ik, wat ik zeg, eindelijk weer een beetje wat dingetjes aan het doen. Ja, want was er in eerste instantie al meteen duidelijk van, ja, er kan een diagnose gesteld worden van, joh, een x-aantal weken of, of iets in die Ja, trend? kijk, uh, ja, we, we wisten al dat het, dat het uh, ja, wel richting die twee maanden ging. Uh, ja, er, er werd natuurlijk gecommuniceerd dat het minimaal een maand was. Uh, nou, dat, dat, dat klopt in principe ook. Alleen, uh, het is... Uh, ja, doordat ik die extra week pijn heb gehad, is het toch wel, uh, ja, gaat het denk ik toch wel één of twee weken langer duren dan ik zelf had gehoopt. Uh, dus ja, dan, dan kom je uiteindelijk uh, ja, wel, wel uh, rond die twee maanden of iets langer uit. Ja, want, want waar ligt dat dan aan? Uh, aan de pijn die ik, uh, die ik bleef houden. Uh, normaal gesproken bij, uh, of tenminste bij de, bij de vorige spierblessures die ik zelf heb gehad, uh, was na twee, drie dagen was de pijn wel weg. Uh, ja, en hier bleef het eigenlijk twee weken aanhouden. Dus, dus ja, dat, dat, voelde, dat voelde voor mijzelf ook niet lekker. Dus uh, ja, toen dus begonnen met die ontstekingsremmers en nu gaat het weer een stuk beter. En welke stappen moeten er nu gezet worden om, uh, ja, om door te, voor te beduren op het herstel? Nou, eigenlijk de, de stappen die we na drie dagen al wilden zetten. Alleen dat is met twee weken vertraagd, omdat de, omdat de pijn steeds bleef aanhouden. Dus uh, ja, ik, ik, ik hoop gewoon zo snel mogelijk weer, uh, weer fit te zijn. Uh, ja, we zijn nu bezig in de gym, wat ik zei, in het zwembad. Uh, en dan uh, als het goed gaat, gaan we weer snel uh, in, in wat loopvormen en uh, ja, dan weer in wat kracht. Dus uh, ja, zo ga je zachtjes aan wel de lucht in weer. Ja, want toen zit jij er nu, uh, nu bij bij die wedstrijd. Je mist wel uh, de lekkere potjes. Ja, vorig jaar had ik ook al dit, uh, dit probleem, dat ik twee keer Feyenoord en één keer Ajax miste. Uh, ja, nu is het natuurlijk met de Champions League wedstrijden erbij, is het wel... Uh... Ja, dat is wel zwaar om te zien als je op de tribune zit en je hoort dat liedje van de Champions League. Uh, ja, dat is wel, uh, ja, dat is wel pittig moet ik zeggen. Dat is, dat is niet fijn. Succes met uh, je herstel en hopelijk zien we je snel weer terug op het veld. Dankjewel, ja, ik hoop het ook. komt goed.